Maar vertel, de fuik, Wim Suurbier. Ja, ik moet het vertellen. Nou, het was zo dat... Kijk, heeft er zin in, hoor. Het, klaar voor. Het leuke is van dat verhaal dat toen hij bij Sparta kwam, had ik deze foto op mijn kamer hangen. Ik woonde nog bij mijn ouders. Wie? En ik had deze foto als poster op mijn kamer hangen. En Wim was mijn held. En toen speelde ik dus met hem. Toen kwam hij bij Sparta. En toen heb ik 4 maanden bij hem gewoond. Hè. Ik heb toen 4 maanden bij hem gewoond. En gingen we vaak uit, weet je wel. En dan meestal gingen we de vooravond naar een cafeetje, 's avonds in discotheek. En op een gegeven moment rijden we om 3 uur 's nachts over de Maasboulevard naar huis. Fuik, alcoholcontrole. En Wim schuift achteraan. En ik zit naast hem en hij kijkt mij aan. Hij zegt, wat is dit? Daar kwam natuurlijk het Amerika. Ik zeg, Wim, dit is een alcoholcontrole. Jullie hadden? Ja, we waren allebei zo blauw als een naap. Hij zegt, en wat gaan we hier aan doen? Ik zeg, ja, blazen. Hij zegt, en dan? Ik zeg, ja, dan kan je voorlopig Amerika niet meer in. Hij zegt, kom, ga achterin zitten. Dus ik kijk zo en hij gaat zo tussen die banken door achterin zitten. En ik ook. En we zitten achterin. En hij draait zijn raam achterop open en hij roept keihard, Henk, 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 dit is toch niet afgesproken? En er komt een agent aangerend met zo'n pet op en die zegt, jongens, wat is dit? En hij kijkt de agent aan en hij zegt, zou je altijd zien, je neemt een gozer mee te rijden, je rijdt je fuik in en weg is die. Waarop die agent zegt, ja, maar ik zag niemand uitstappen. Hij zegt, nee, ik kan nagaan hoe snel die geweest moet zijn. En die man die staat daar en die zegt, ja, maar... Kunnen we hem dan niet nog zoeken? Ja, natuurlijk, zegt die Suurbier. Dus wij stappen uit en wij lopen om dat pompstation heen te roepen naar die Henk en die Suurbier ook. Henkie, Henkie. Waarop die agent tegen die Suurbier zegt, hoe ziet die Henk eruit? Ja, toen maakte die de legendarische. Hij zegt, hij lijkt sprekend op mij. En die man had nog niets door. En op een gegeven moment zitten we weer in de auto en die Suurbier weer achterin. En die agent zegt, ja jongens, hoe lossen wij dit op? Waarop die Suurbier zegt, nou... Ik ga niet rijden. Hij zegt, ik ben zo blauw als een aap. Hij zegt, René heeft zijn rijbewijs niet. Ik kan geen rijbewijs. En die agent die kijkt even en die roept. Hij roept, Bert, moto 1. Bert, moto 1. En er komt een motoragent aan en die stapt van zijn motor af. En die gozer zegt, Bert, ik kan hier niks mee. Breng maar naar huis. Hij zegt, want anders, dit houdt alleen maar op. En die motoragent, ik vergeet het nooit... Die gaat achter het stuur van die auto van Subi zitten. En die houdt dus zijn helm op. Nee. Houdt zijn helm op. En die Subi tikte mij alleen maar op mijn knie elke keer en zei... Ben je ooit zo veilig thuisgebracht, Gijpje? Nee, nog nooit. En die laat die motoragent door de stad rijden. En op een gegeven moment rijden we over de Schravendijkwal. En die Subi zegt, hier is het. Waarop die motoragent die stopt. En wij stappen uit voor de OQ Club. Een palendansvereniging in Rotterdam. En ik hoor die man nog roepen toen wij aan de deur stonden daar. Maar hier wonen jullie niet. Waarop Subi zei, wel waar, en wij naar binnen. En we staan binnen. Ik zeg, Wim, wat moet er nou gebeuren? Hij zegt, je hebt 2 mogelijkheden. Of hij gaat die auto op het bureau zetten, of hij zit nog te wachten buiten. Ik zeg, wat denk jij? Hij zegt, ik denk dat hij wacht. Ik zeg, nee, dat kan niet. Op een gegeven moment, na 10 minuten, gaat die deur van die seksclub open. En daar staat die motoragent met die grote witte helm. Nog steeds op. In die seksclub. Waarop die Subi keihard door die club roept. Ja, het blijft toch je broer. Ja, het verkleedt zich graag als motoragent, vinden wij heel onschuldig thuis. Nou, echt. Hij heeft echt... En dat vond ik zo mooi. Ik ben het ook nooit meer vergeten. Ik heb ook mensen wel eens gehad, die hebben het gedaan. Hè. Die zijn daardoor achterin gaan zitten bij alcoholcontroles. En dit, ik heb nog nooit iemand gehad waar het niet gelukt is. Wat een held, hè, die Willem. Hè. Mooi, man. En nu de krantjes. Voor wie?